Hey, weer een boekje vandaag. En dit boekje heet Het Eiland van Opa. Het Eiland van Opa. Ik ben heel benieuwd. Kijk, het is nu al een mooi plaatje. Er staat er verder niks. Superleuk. Oeh, een beetje spannend. Het huis van opa stond helemaal achter in de tuin van Sam. Je moest eerst door de poort en dan voorbij de boom. Er lag een sleutel onder de bloempot. Sam kon naar binnen wanneer hij maar wilde. Op een dag riep Sam, opa, ben je daar? Maar opa was er niet. Hij was er meestal niet. Maar opa was waar hij meestal was. Net toen Sam weer weg wilde gaan, hoorde hij opa roepen. Ah, daar ben je, zei opa. Ik wil je iets laten zien. Sam klom voorzichtig de ladder op. Hij was nog nooit op opa's zolder geweest. Die stond vol met oude dozen en dingen die opa van over de hele wereld had meegenomen. In een verre hoek van de zolder trok opa een laken van de muur. Er kwam een grote stalen deur tevoorschijn. Sam, zei opa, jij mag eerst. Sam draaide aan de hendel, ploink, en duwde tegen de zware deur. Kijk, hier is de zolder, hier de stalen deur. Opeens stond Sam aan dek van een enorm schip. Om hem heen zag hij de oceaan van daken. Opa trok aan de hendel. Toet, zei de hoorn. En het schip schoot naar voren. Recht zo die gaat, ze riep opa. Kijk, een oceaan van daken. Heel veel daken. Opa was heel goed in sturen en hield hem recht op een rechte koers door de golven. Mijl na mijl was het enige wat ze zagen zee en hemel, hemel en zee. Totdat er eindelijk iets opdoemde aan de horizon. Land in zicht, schreeuwde Sam. Ze gooiden het anker uit en peddelden naar de kust. Sam vroeg, opa, heb je je wandelstok niet nodig? Opa zei, nee, ik denk dat ik het zo wel red. Het was erg heet en een dichte oerwoud op het eiland. Het was erg heet in het dichte oerwoud van het eiland. We zoeken een mooi plekje om te overnachten, zei opa. Kijk, hoe dicht. Boven op het eiland, waar een koel windje door de boomtoppen woei, vonden ze een oude hut. Er moest nog veel gebeuren, maar met een beetje hulp was alles snel weer schoon en klaar. Kijk, ik ben druk bezig. Ze bekeken het eiland van onder tot boven. Elke keer vonden ze weer andere geweldige plekken. Zijn ze aan het schilderen met de tweetjes en aan het tekenen.
eiland was volmaakt. Sam wilde dat ze er eeuwig konden blijven. Maar hij wist dat ze gauw weer terug naar huis moeten. Sam, ik wil je al een tijdje iets vertellen, zei opa. Ik denk dat ik wil blijven. Oh, zei Sam. Maar word je dan niet eenzaam? Opa glimlachte. Nee, zei hij. Ik denk van niet. Ik denk het ook niet. Moet je kijken wat een dieren. Voor hij de zeilen hees, gaf Sam opa een allerlaatste knuffel. Hij zou hem wel heel erg gaan missen. Iedereen kwam Sam uitzwaaien. Kijk. Waar staat opa voor het uitzwaaien van Sam? Het schip tufte en pufte door de golven. Zonder opa leek de reis veel langer. Maar Sam koerste het schip veilig naar huis. De volgende morgen rende Sam door de tuin naar opa's huis. Alles leek precies hetzelfde als altijd. Behalve dat opa er niet meer was. Op zolder was het heel erg stil. De grote stalen deur was weg. Die was verdwenen. Het leek wel of hij nooit had bestaan. En toen hoorde Sam iets tegen het raam tikken. Hij vroeg zich af wat dat kon zijn. Op de richel voor het raam lag een envelop. Heel voorzichtig scheurde Sam hem open. Even kijken. En er stond op voor Sam. Kijk eens. Dat staat op de brief. Dat was alweer het boekje. Dag jongens en meisjes.